Het abortusproces in Gent. Een monsterproces met 63 beklaagden, artsen, medewerkers en patiënten. In september 87 en januari 88 werden ze op twee na vrijgesproken. Maar het Openbaar Ministerie ging in beroep. 14 november 88, het Hof van Beroep te Gent vaardigde enkele principiële straffen uit. U bent veroordeeld tot een maand voorwaardelijk en een geldboete. Wat vindt u nu van de uitspraak? Ja, uiteraard zijn wij zeer teleurgesteld met deze uitspraak. Alhoewel dat we het enigszins verwacht hadden dat we een veroordeling gingen krijgen. Anderzijds zijn we zeer verwonderd met dit soort uitspraak. De motivatie van het arrest is eigenlijk zeer streng, zeer conservatief. Bij het voorlezen dacht ik persoonlijk, ja, dat kan niet anders of ik krijg hier straks effectieve gevangenisstraf. En in dat opzicht was ik verwonderd dat uiteindelijk dat wij met drie artsen de lichtste straf gekregen hebben die we konden krijgen. Namelijk 1 maand voorwaardelijk, minder kan niet. En voor de periode van 1 jaar. Kan u misschien toch eens heel kort vertellen, wat was de motivatie? Nu, dit was totaal verschillend met het vonnis dat we op 18 februari gekregen hebben, namelijk de vrijspraak, waarin de noodsituatie in alle gevallen erkend geweest is. In dit arrest is in geen enkel geval de noodsituatie erkend geweest. Bijvoorbeeld ook een vrouw die 66% invalide was, oordeelde men ook dat die vrouw moest doorverwezen worden, moest geplaatst worden in een home voor ongehuwde moeders bijvoorbeeld. En wat zijn uw plannen? Gaat u de mensen niet meer verder blijven helpen? Ja, ik denk niet dat het nu het moment is om te stoppen. We hebben al heel veel moeilijkheden tegengekomen en heel veel juridische problemen gehad. Dus deze zaak is nu sinds 83 aan de gang. En sinds 85 komen wij regelmatig in het Justitiepaleis. Nu, eenmaal dat je te maken gehad hebt met de problemen van ongewenste zwangerschap, met de bepaalde noodsituaties, waarvan denk ik veel mensen zich niet kunnen voorstellen hoeveel verschillende soorten noodsituaties er toch wel kunnen zijn, denk ik dat we echt niet kunnen stoppen. Ik denk dat onze motivatie komt vanuit de confrontatie met de vrouwen die wij hebben. Zal deze uitspraak volgens u nu invloed hebben op het legaliseren van abortus? Wij hopen dat politici nu wakker geschud zijn door deze uitspraak, alhoewel dat we onze twijfels daar kunnen over hebben, want het is de zoveelste symbolische straf. Dus ik denk dat weinig mensen daar hun hand voor omdraaien. Ik denk, dit soort uitspraak kan ook zeer negatief werken. In die zin, als er een wetsvoorstel gaat besproken worden, denk ik dat er ook zal gerefereerd worden naar deze uitspraak. En staan we zeker niet ver. En hopelijk gaat er ook gerefereerd worden naar de vrijspraak die we gehad hebben en de motivatie van de rechters toen. Karel van Meert, wat is uw reactie op het abortusproces te Gent? Wel, in de eerste plaats wordt nu aangetoond dat de mogelijkheden die er in het verleden geweest zijn om de wetgeving te veranderen, dat het zeer spijtig is dat die toen niet werden aangegrepen. Herinner u de stemming in 82, waarbij men tenminste gedurende een tijdspanne dit soort zaken niet meer strafbaar zou stellen. Spijtig genoeg zijn we toen aan Vlaamse kant als partij alleen gelaten. Agalef en de PVV hebben toen zeer verdeeld gestemd. En vandaag zie je daarvan de gevolgen. Ten tweede, dit proces brengt zeker niet meer sereniteit bij. Nochtans had men afgesproken bij de regeringsvorming dat alles achterwege zou worden gelaten, wat de atmosfeer zou kunnen vertroebelen. En ten derde, toont dit nu aan dat men zo snel mogelijk het debat in het parlement moet hernemen. En in ieder geval hernemen wij onze vrijheid vanaf begin volgend jaar, zoals ook duidelijk was afgesproken bij de regeringsvorming. En dan hopen we dat men zo snel mogelijk in het parlement, op basis van de individuele verantwoordelijkheid van de parlementsleden, tot een wijziging komt, zodanig dat dit soort processen niet meer hoeft plaats te grijpen. De uitspraak die het Hof van Beroep van Gent gedaan heeft in verband met de abortuszaak, is een uitspraak waarvan ik vind dat ze nog maar eens bewijst hoe dringend en hoe nodig het is dat de strafwetbepalingen in zaken abortus wel degelijk zouden veranderd worden, opdat de strafbaarheid van de daad op zich en dus de mogelijkheid om de daad te vervolgen en diegenen die hem gepleegd hebben te vervolgen en te straffen zou in de toekomst uitgesloten zijn.
Vanaf 1 januari volgend jaar zal het Rijksonderwijs geleid worden door een autonome raad, ARGO. De eerste voorlopige fase van de raad wordt samengesteld uit 3 SP-leden, 3 CVP-leden, 2 leden van de PVV en 1 van de Volksunie. Heeft volgens u het gemeenschapsonderwijs nog genoeg levenskracht in een Vlaanderen na de staatshervorming? Wel, daar ben ik van overtuigd. Nou, we moeten de kans natuurlijk aangrijpen. Het is helaas zo dat in het verleden, onder verschillende omstandigheden, het Rijksonderwijs terug is gelopen. Onder meer ook door het beheer van de laatste jaren. Het is duidelijk dat onder de vorige coalitie van Christen-Democraten en Liberalen vooral het Rijksonderwijs zware klappen heeft gekregen. Wat wij nu beogen met een dergelijke autonome raad voor het gemeenschapsonderwijs is dat het bestuur van dat onderwijs, van dat net, wordt toevertrouwd aan mensen uit dat net. Die enerzijds rechtstreeks zullen worden verkozen uit mensen aan de basis zelf, dus ouders, leerkrachten. Anderzijds dat op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Vlaamse Raad ook mensen die het vertrouwen genieten van de grote krachten in Vlaanderen, maar die geen politici zijn, maar wel mensen die gehecht zijn aan het gemeenschapsonderwijs, dat die samen voortaan het bestuur gaan vormen. Dus het gemeenschapsonderwijs gaan besturen. En dat gebeurt op een dergelijke wijze dat ook de scholengemeenschappen, de scholen zelf, zoveel mogelijk het bestuur naar zich trekken en eigenlijk verantwoordelijkheid gaan dragen. Ook de leerkrachten zelf aanstellen en die smeer. En onze houding is, men geeft meer verantwoordelijkheid, dat men ze met beide handen aangrijpt, waardoor de kansen en de aantrekkingskracht van het gemeenschapsonderwijs ongetwijfeld kan verhogen, indien men nogmaals de zaken behoorlijk aanpakt. Het is duidelijk dat wat nu het gemeenschapsonderwijs gaat worden en wat tot en met vandaag nog eventjes het Rijksonderwijs is, het hard te verduren gehad heeft in de voorbije jaren. En het is duidelijk dat zij in een recent verleden tegelijkertijd geconfronteerd geweest zijn in dat Rijksonderwijs met een heel spijtige samenloop van omstandigheden. Zeer strenge besparingsmaatregelen, een plotse daling van het aantal leerlingen, het teruglopen globaal van het aantal, als ik het zo mag zeggen, beschikbare leerlingen omwille van de daling van het geboortecijfer. En die samenloop van omstandigheden is zodanig geweest dat men zich vragen kon stellen bij de levenskracht en de levensvatbaarheid van dat onderwijs. Maar het is precies omdat ik altijd ben blijven geloven en ben blijven willen geloven in de levensvatbaarheid dat ik samen met de PVV dan toch van 1985 af mij heel erg heb ingespannen om samen met mijn collega's een akkoord te bereiken over meer zelfstandigheid, meer autonomie voor dat gemeenschapsonderwijs. En ik geloof dat die grotere mate aan zelfstandigheid is een enorme uitdaging. Het is duidelijk dat dat gaat met zich meebrengen dat heel wat mensen die actief zijn in dat onderwijs een aantal gewoontes gaan moeten veranderen. Dat is een uitdaging op zich. Maar het is toch ook evident dat dat de mogelijkheid geeft aan de scholen zelf. Dat is heel belangrijk. En ten tweede aan het gemeenschapsonderwijs in zijn geheel om het lot in eigen handen te nemen. En ik denk dat dat een wissel is op de toekomst. Zijn nu volgens u alle voorwaarden aanwezig in ARGO om ervan een echt pluralistisch onderwijs te maken? Ik denk het wel, maar het uitgangspunt is dat dit net beheerd en bestuurd wordt door mensen die zich geëngageerd voelen in dit net. Dus niet door personen die er niks mee te maken hebben of die er eigenlijk wat vijandig tegenover staan. Dat is de eerste voorwaarde. De volgende voorwaarde is dat men moet trachten om alle filosofische en andere overtuigingen zich thuis te laten voelen in dat gemeenschapsonderwijs. En wij denken dat door de manier van samenstellen, maar ook door de voorafgaande eis, namelijk dat het moet gaan om mensen die hun gehechtheid aan dat net duidelijk maken, dat de noodzakelijke voorwaarden bij elkaar zijn gebracht, opdat het gemeenschapsonderwijs in de toekomst zal gespaard blijven van al te veel politieke inmenging enerzijds en de politieke wisselvalligheid anderzijds. Het al dan niet pluralistisch karakter van een school hangt natuurlijk af, geloof ik, van de inzet van al wie daarbij betrokken zijn. Maar ik kan toch wel zeggen dat we samen met de andere 3 politieke partijen bij het afsluiten van het akkoord over de autonome raad
geprobeerd hebben ervoor te zorgen dat die voorwaarden maximaal zouden vertegenwoordigd zijn. Er wordt bijvoorbeeld ook heel duidelijk opnieuw ingesteld dat zowel in het totaalconcept van de scholen als bij het lesgeven door de individuele leraars dat elke overtuiging of strekking op dezelfde objectieve manier zal moeten worden voorgesteld aan de leerlingen, dat de eventueel verscheiden opinies van de leerlingen en de ouders op gelijke wijze moeten eerbiedigd worden en aan bod kunnen komen. Dat lijkt mij essentieel. En ik geloof ook dat de mate waarin men ervoor heeft proberen te zorgen dat alle grote stromingen, zij het dan via een politieke vertaling in de Vlaamse Raad, dat alle grote stromingen werkelijk betrokken worden bij het beheer van dat onderwijs, zonder dat er één daarvan a priori zou kunnen uitgesloten worden, in tegenstelling tot wat sommigen denken, een stuk zekerheid moet geven voor wat betreft het pluralisme van dat onderwijs. Leo Bonteur, de Unie Vrijzinnige Verenigingen heeft een paar bedenkingen rond Argo. Wat zijn ze nu? Kan u die misschien even formuleren? Wel, jarenlang hebben de Vrijzinnigen gestreefd naar de totstandkoming van een autonome raad voor het Rijksonderwijs. We wouden daarmee voor een stuk de concurrentievervalsing opheffen die er bestond ten nadele van de officiële school. Dat betekent dus dat we vandaag de dag heel blij zijn met de huidige verwezenlijking, dat de politieke partijen een akkoord hebben gesloten om precies het open gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen te gaan realiseren. Maar toch moet het ons van het hart dat we in de huidige Argo-formule iets wat een gemiste kans zien. Een gemiste kans om direct een pluralistisch en niet-politieke samenstelling te realiseren van de bestuurseenheid die morgen het Vlaamse gemeenschapsonderwijs zal besturen. Wat dat wij zouden willen is een beetje dat de Argo met die mooie naam ook symbolisch het schip zou zijn Argo waarmee Jazoon het Gulden Vlies is gaan halen na tal van omzwervingen. En wij zouden dus willen dat de Argo als één man, één bemanning die open gemeenschapsschool zou realiseren, die open staat dus voor elk kind. Wel, veel kan in de tweede fase worden rechtgezet. Al die belangenvermenging van vandaag, het politieke dosering enzovoort, die kunnen wijken wanneer dat de lokale scholen hun eigen lokale autonome raden kunnen gaan installeren. En daar precies kan iedereen meedoen, de ouders, zowel als de leerkrachten, als al diegenen die werkelijk gehecht zijn aan het officiële onderwijs. Ja, zoals bij alles horen de kinderziekten erbij en zal er dus nog wat moeten gesleuteld worden aan die autonome raad van het gemeenschapsonderwijs. En ook de Oude Vereniging voor de Moraal zal er een congres aan wijden op zaterdag 26 november in het Karel Kuipershuis te Antwerpen. Om 9:00 's morgens wordt u verwacht en als u wil kan u zich laten inschrijven of meer informatie krijgen van Linda van Naal op het telefoonnummer 03-233-7032. Wel bellen tijdens de bureauuren. Op 3 december organiseert de Vrijzinnige Koepel een nationaal colloquium in het teken van de Europese eenmaking. De mogelijke implicaties op cultureel vlak zullen er in vraag worden gesteld. Zo zal Mark Gallen het bijvoorbeeld hebben over de plaats van het ideeëngoed van de kunstenaar. Willy Kuipers zal de problemen en wensen van de kleine culturele gemeenschappen uit de doeken doen. En vanuit het panel reageren Marijke van Hemeldonk, Iris van Riet, Karel de Gucht en Jean-Pascal Zanders. Ook minister De Waal zal van de partij zijn op dat congres dat doorgaat in Gent in het auditorium van de ASLK, Kortemeer 22. Meer inlichtingen op het telefoonnummer 02 735 91 72. Dit was Lichtpunt. Nog een goeie avond.